Ik denk dat ik sowieso heel erg geïnspireerd word door vrouwen in de geschiedenis. I like Catherine Evelyn very much because she was daring and also being in a political space. She really, it's a political suicide for her to say I'll engage on this issue because, like we all know, political spaces are very highly patriarchal and they do not like strong women. Het is wel een beetje afgezaagd. Maar mijn moeder altijd tegen mij gezegd dat ik mijn eigen opleiding moest doen, gewoon je eigen brood verdienen, zelfstandig. Vrouwen zijn de armen van deze wereld. Zegt dat gaat jou niet gebeuren. Nawal al-Saadawi, de Egyptische activiste, arts, die heeft mij in Iran al geïnspireerd. Alle vrouwen in de journalistiek die begonnen te werken zonder dat er kinderopvang was en terwijl de redacties nog allemaal mannen waren, die vrouwen. Degene die ik bewonder, dat is Angela Davis. Dat is een Amerikaanse activiste uit die eigenlijk nog steeds actief is en die, ja, ik denk ook al als jong meisje heel erg heeft voor gezorgd dat met name jonge zwarte vrouwen in beeld kwamen als activisten voor de rechten van zwarte mensen. Ik kan bijvoorbeeld noemen Lidie Nicolaassen. Later zijn er meer vrouwen bijgekomen. Maar eigenlijk vind ik wel een ode aan al die vrouwen. Martina Navratilova, toptennisser. En ik was groot fan van haar. Mijn oma was ook zo. Van altijd gewerkt, niet zeuren, je eigen kost verdienen. En er zijn voor elkaar. Ik vind het wel heel vet dat Madame Curie gewoon, ja, toen als een van de eerste vrouwen gewoon heel veel in de wetenschap heeft betekend. Maar dat ook zelf altijd gewoon als gewoon niet heel gek heeft beschouwd dat zij een vrouw was. Om te beginnen mijn eigen moeder, mijn tantes, mijn oma's, mijn zusjes. En niet alleen dat ze heel goed kon tennissen, maar dat ze in een zeer conservatieve wereld, namelijk de sportwereld, en dan ook nog de zeer conservatieve tenniswereld, er als vrouw voor durfde uitkomen dat ze homoseksueel is. Wat mij ook met de paplepel is ingegoten, je eigen onafhankelijkheid, je eigen keuzes, niet afhankelijk zijn van niemand. Dat heeft mij, als meisje, die ook met dat soort ingewikkelde kwesties rondliep, enorm geïnspireerd. En ze is een fantastisch iemand en een hele mooie vrouw ook.